De lavendel essentiële olie van Young Living. Wat kan je ermee en hoe gebruik je hem? Daar ga ik het in deze video met je over hebben. Ik ben Anke van loveforoils.nl en ik help vrouwen de overstap te maken naar een natuurlijke lifestyle met de hulp van essentiële oliën. Lavendel essentiële olie. Wat kan je ermee en hoe gebruik je het? Nou, voordat ik daar verder op inga, wil ik je er even op wijzen. Dat wil je meer weten over essentiële olie. En zoals, ja, hoe werken ze? Hoe gebruik je ze nou precies? Waar moet je op letten als je zelf essentiële olie gaat kopen en gaat gebruiken? Dan moet je even kijken naar mijn workshop. Het wat en waarom van essentiële olie. En de link naar die workshop vind je onderaan deze video. Nou, lavendel essentiële olie. Lavendel heeft een zachte, zoete, bloemige, kruidige, maar ook geur, aroma. Hè. Dat, en dat is wel bijzonder van een essentiële olie, die zowel rustgevend als verfrissend is. Hè. De lavendel essentiële olie van Young Living komt van de eigen lavendelboerderijen van Young Living. En die vind je onder andere in Mona, in Utah, maar ook in de Provence in Frankrijk. Hè, heeft Young Living eigen lavendelboerderijen. En dat is belangrijk, hè, want als je je eigen boerderijen hebt, waar je dus je eigen lavendelplanten groeien en daar dus jouw lavendel essentiële olie vandaan haalt, dan weet je zeker dat je gewoon zuivere lavendelolie hebt en dat er verder geen rare dingen onderweg mee zijn gebeurd. Nou, de lavendel essentiële olie is een hele universele olie en staat eigenlijk een beetje bekend als de olie die werkt waar die nodig is. Dus als jij twijfelt en niet goed weet met welke essentiële olie je zal gaan starten, begin dan gewoon met lavendel. Nou, lavendel die werkt onder andere geweldig om tot rust te komen voor het slapen gaan. Maar hij heeft dus ook balancerende eigenschappen. Hè? En dat is eigenlijk ook wel heel speciaal, want daardoor werkt lavendel net zo goed om dus te ontspannen en te kalmeren. Maar ook om je uithoudingsvermogen en je energie te stimuleren. En dat is natuurlijk wel heel gaaf, hè? Dat je zo'n olie zo breed in kan zetten. Wat ook mooi is, hè? De lavendelolie van Young Living, die heeft gewoon natuurlijke antihistamine effect. Hè? Die heeft een natuurlijk antihistamine effect en werkt daardoor ook gewoon heel erg kalmerend en ontspannend. De lavendelolie is supergoed voor de huid, hè, en wordt ook heel veel gebruikt in de schoonheidsindustrie. Maar je kan ook zelf de lavendelolie prima gebruiken om bijvoorbeeld kleine snijwonden of blauwe plekken of gewoon wat lichte huidirritaties te reinigen en te kalmeren. Dus gebruik daar ook zeker weten gewoon de lavendel essentiële olie voor. Nou, op welke manieren kan lavendel essentiële olie je dan ondersteunen? Nou, lavendel ondersteunt onder andere het hart, de zenuwen, de vaten, de huid. Gebruik je lavendel in de diffuser, dan werkt die kalmerend, ontspannend en balancerend. Hij vermindert en verzacht woede en frustratie. En hij brengt onder andere je beide hersenhelften in balans, waardoor je gewoon meer gebalanceerd in het leven staat. En dat is altijd fijn natuurlijk. Hè? Nou, op mentaal en spiritueel gebied bevordert lavendel het bewustzijn en helpt hij je om je intuïtie te vergroten en te versterken. En bevordert hij gezondheid, liefde en een gevoel van welzijn. Hè? Dat je gewoon over het algemeen gewoon lekkerder en meer gebalanceerd dus in je vel zit. Hij werkt ook rustgevend en is verfrissend voor de geest. Hij helpt tegen geestelijke uitputting en ondersteunt dus bij slaap en om, wat ik net al zei, je beide hersenhelften dus in balans te brengen. En hij is zenuwsterkend. Het is gewoon een heerlijke, ontspannende, maar ook rustgevende olie voor iedereen die te maken heeft met zaken als spanningen, stress, verdriet, al die dingen. En laten we wel zijn, wie is dat nou niet? Dus wat dat betreft hebben we allemaal gewoon wat behoefte aan wat lavendel in ons leven.
Nou, wat ook zo leuk is aan lavendel, hè, je kan lavendel gebruiken. En de lavendel essentiële olie kan je dus gebruiken om gewoon een diepere meditatie te bereiken. En het helpt om, nou, om gewoon ja, spiritualiteit hè, te integreren in het leven van alle dag. En dat is natuurlijk super belangrijk, want als je je spiritualiteit, jouw spiritual practices, kan integreren in het leven van alle dag, ja, dan ga je gewoon makkelijker verbonden voelen hè, met wie het is dat jij werkelijk ten diepste bent. En vanuit dat gevoel, vanuit die energie te leven. Nou, lavendel is ook verbonden met je hart en met je kruinchakra. Het helpt om je hart en kruinchakra te openen. En ja, wat ook een eigenschap is van lavendel, zeg maar, is dat hij dus helpt om je hogere en lagere chakra's met elkaar in balans, met elkaar in evenwicht te brengen. Nou, hoe kan je dan lavendel essentiële olie gebruiken? Nou, dat kan op een heleboel manieren. Ik ga hier gewoon even een paar manieren noemen dat je wat ideeën hebt hè, van hoe je met deze essentiële olie aan de slag kan gaan. Bijvoorbeeld, hè, breng 2 tot 4 druppels essentiële olie hè, van lavendel puur of verdund aan op pijnlijke plekken. Bijvoorbeeld als je echt wat je verbrand bent door de zon. Ja, dan kan je daar wat lavendel op smeren. Dan is het handig om dat wel even verdund te doen hè, met een draagolie. Met open wonden moet je niet aan de slag gaan hè, met essentiële olie. Dus alleen als gewoon de boel dicht is, om het zo maar te zeggen. Als de huid gewoon dicht is, maar je hebt een klein plekje of een kleine irritatie. Ja, dan kan je daar supergoed lavendel essentiële olie hè, op in masseren. Heb je last van wat blauwe plekken dan ook, hè, wat druppels lavendel essentiële olie mengen met een basisolie en masseer daar gewoon lekker je plekken mee in of de geïrriteerde huid mee in. Voelt gewoon super fijn. Een andere manier waarop je lavendel essentiële olie kan gebruiken is door een paar druppels lavendel op een paar wattenbolletjes te doen, die in je kasten te leggen. Dat geeft gewoon een heerlijke geur, maar helpt ook om motten en andere insecten tegen te gaan. Nou, is ook altijd fijn natuurlijk. Nou, wat je ook kan doen, hè, is breng wat lavendelolie verdunt aan op licht geïrriteerde huid of door de zon verbrande huid, want dat verlicht, reinigt en kalmeert de huid. Heb je last van een droge of een gebarsten huid, verzorg die dan met een paar druppels lavendel essentiële olie ook weer. Hè? Gewoon even verdunnen met een goede basisolie en masseer dan daar je huid mee in. Ook in de diffuser kan je natuurlijk prima hè, lavendel essentiële olie gebruiken. Diffuse het bijvoorbeeld, hè, een paar druppels lavendel in een diffuser, zorg gewoon voor een ontspannen sfeer in je huis en in de ruimte waar je zit. Nou, voor een goede nachtrust kan je natuurlijk ook lavendel diffuser van tevoren, wat ook leuk en handig is om te doen. Is gewoon een paar druppels lavendel onder je voetzolen te smeren voordat je gaat slapen. Wat ook altijd fijn is om te doen hè, als je klaar bent of terugkomt van een stressvolle dag. Diffuse of inhaleer dan een paar druppels lavendel essentiële olie om jezelf gewoon even te kalmeren en weer ja, terug op aarde te brengen, zeg maar. En wat natuurlijk ook super fijn is om gewoon een paar druppels lavendel ja, daar je voeten mee te masseren, zeg maar. Hè. Gewoon lekker jezelf een voetmassage te geven met een paar druppels lavendel essentiële olie. Werkt super kalmerend en relaxerend. Nou, dat is over de lavendel essentiële olie van Young Living. Ja, waarom de lavendel van Young Living? Hè? Waarom ben ik daar zo'n voorstander van? Omdat het gewoon zo super belangrijk is. Dat als je met essentiële olie aan de slag gaat, dat je gewoon zeker weet dat je een 100% pure, zuivere essentiële olie gebruikt. Want anders, ja, dan ben je gewoon met neppers aan de slag aan het gaan. Hè? Want het meeste wat je gewoon tegenkomt, dat zijn essentiële oliën. Wat eigenlijk gewoon niet echt essentiële oliën zijn. Maar wat gewoon ja, synthetische aftreksels zijn. En daar ga je deze effecten, daar ga je deze resultaten niet mee bereiken. Dus wil je zeker weten dat je inderdaad hè, het kalmerende en het balancerende effect van de lavendel essentiële olie gaat bereiken. Dan heb je gewoon een 100% pure essentiële olie nodig. En deze hier dus, die ik hier heb, dat is de lavendel essentiële olie van Young Living, is zeker weten 100% puur natuur en al de dingen. Nou, wil je meer weten over essentiële olie? Ik zei het net al, hè, meld je dan zeker weten even aan voor mijn essentiële olie workshop. Is gewoon online. Je ontvangt hè, na aanmelding direct een linkje in je mailbox waar je deze workshop kan bekijken. En wil je de lavendel essentiële olie eens uitproberen? Ik heb ook een linkje staan hè, waar je deze kan bestellen. Nou, als je deze video interessant vond,
Ja, vergeet dan uiteraard niet om je even te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Want dan word je als eerste op de hoogte gebracht voor wanneer er weer een nieuwe video online staat. En dat zal, als het goed is, gewoon volgende week woensdag weer zijn.